Hallo Kelvin, mijn naam is Kelvin, beter bekend als Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is nog steeds Kelsemmer, waarin ik elke dag van de maand een video upload. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik jullie opdraag. En vandaag is dat aantal dit. Bam! 3500 likes. Als het jullie lukt om deze binnen 24 uur te halen, dan is het feest. Want er komt er morgen weer een nieuwe video en dan gaan we gewoon weer knallen. Dan gaan we weer ons best doen. Het is vandaag vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor Foute Vrijdag. En voordat ik je ga vertellen wat Foute Vrijdag is, ga ik je eerst vertellen dat als je een comment achterlaat onder deze video en geabonneerd bent op mijn kanaal, dan maak je kans op een bezoekje van mij bij jou thuis. Dan gaan we gewoon chillen. Dus doe dat sowieso. Laat gewoon zoveel mogelijk comments achter en abonneer op mijn kanaal. En dan maak je kans die fantastische prijs. Het is Foute Vrijdag, zoals ik jullie al vertelde. En dit is een zeer belangrijk onderdeel van Foute Vrijdag. Wat ook een belangrijk onderdeel is, is het feit dat ik altijd een gast heb. De deurbel. Die gast weet nog niet dat ik al aan het filmen ben. Normaal gesproken zeg ik even hallo tegen mensen, gaan we wat drinken, wat praten en dan pas doe ik open en dan gaan we pas filmen, maar nu ga ik meteen filmen als mensen. Ja, kom maar. Het is, we zijn, de camera's draaien al. Normaal gesproken komen mensen binnen en zeg ik even hoi, ja, hoe gaat ie, ja leuk, lang niet gezien en zo. En dan gaan we pas filmen. Ja, en nu dacht ik, fuck it, ik begin gewoon direct. Ja. En misschien dat je je make-upje nog had moeten doen, maar dat is nu mooi te laat. Ja hoor. Lekker. Ja, ik heb er ook maar één, dus je hebt net mijn paprika opgegeten. Roy, hoe gaat het ermee? Goed. Wat goed je weer te zien. Wat fijn dat we weer een video maken samen. Het is december, de maand waarin ik elke dag van de maand een video upload. Voor de money? Voor de gezelligheid. Ja, weet je, omdat het is een feestmaand. Dus ja, mag je jezelf ook tracteren op AdSense. Ja. Goed je te zien, man. Ja, eens gelijk, hey, man. Heb je enig idee wat we gaan doen vandaag? Echt geen idee. Dat is mooi, want ik ga het je laten zien. Kijk, deze hele maand upload ik echt van alles en nog wat. Het gaat van links naar rechts, dingen die mensen gewend zijn van mij. Nieuwe dingen, samenwerkingen. Ik ga gewoon de andere kant eten, oké? Het is vandaag Foute Vrijdag. En Foute Vrijdag heb ik in het leven geroepen omdat je het jezelf soms niet te moeilijk moet maken. Okay. Het is makkelijk om als je een YouTuber bent en als je steeds groter wordt dat je denkt het moet steeds beter, moet steeds groter, moet steeds vetter. En vandaag is het Foute Vrijdag en elke vrijdag deze maand maak ik een video met iemand waarin we ons gaan nestelen in het doucheputje van de YouTube-wereld. Deze kop. Je weet toch dat je op YouTube, je hebt gewoon bepaalde vormen van content. Wat gewoon, in alle eerlijkheid, niet de meest legendarische content ooit is. Je weet toch, als je YouTuber bent, op een bepaald moment zit je zo thuis en dan denk je, kraak, ik moet iets bedenken. En dat je dan denkt, ik ga wel een Q&A doen of zo. Ik upload wel een Fortnite video. Ik doe iemand anders gewoon na voor een eigen leven. Hey, weet je hoeveel werk het is? Ja toch? Maar dit is echt gewoon die categorie dat je denkt, oké, ik kan nu de camera pakken en ik kan het nu filmen en dan kan het morgen online. Dus Q&A's, reageren op veel filmpjes. Ik heb een legendarisch bord hier ook. Dit is het Foute Vrijdag bord. Dit is een soort van kalender. Jij mag straks een papiertje pakken. Mm-hmm. Daarop staat het toch wel waarschijnlijk minst creatieve idee wat ik had kunnen bedenken. Ja. Video. Oké. En dan gaan we dat doen. Ga even maar is staan. Het dan ook zo dat als ik nu eentje er wegpak, dat de volgende gast dan nog keuze uit 8 heeft in plaats van uit 9 brieven? Jazeker. Oh, okay. Ja. Nou, dan dus pak ik de rode. Oké. Wat voor legendarisch idee gaan we doen vandaag? Ik durf te wedden dat ze allemaal hetzelfde waren. Hoezo? Omdat we gaan reageren op Ja, maar ik heb ze niet eens opgehangen, zal ik je vertellen. We gaan reageren. We gaan reageren. wij hebben natuurlijk de vorige keer dat je hier was, hebben we Fortnite. Flashback! Ik weet niet wat ik doe! Ik weet niet wat ik doe! Nee, nee! Oh, bedoel ik! Nee! Sindsdien ben ik heel goed. Ja, is dat zo? Ik wil dat zeggen, ik geloof het echt helemaal niks. Ik ben tering slecht, maar ik kijk wel steeds meer Fortnite filmpjes. Gewoon van jou en ook van Ninja en zo. Ik vind het echt fucking vet. Het is dope, hè? Ik ga echt helemaal stuk altijd. Het is echt dope. Ik vind het gewoon mooi dat we dit gaan doen. Ja, maar dit is ongelooflijk. Ik pak mijn laptop hier even bij. Ja. Ik typ gewoon Fortnite. Enter. Ja, toch. Ja, doe maar. Ben je klaar voor het allerbeste ooit? Top 50 Fortnite funniest fails and wins ever. Let's react to this. Hi, prestige clips. Waarom is het nu al zo grammig? Hij kijkt gewoon tegen iemand aan. Ik vind het nu al, ik vind het ook zo mooi. We zitten hier en denken, ja, we gaan het echt doen. 16 minuten, nou daar gaan we, hoor. Ja. Wat denk je dat er gebeurt? Hij landt op iemand. Ja? Ja, dat denk ik. Ja, echt? Ja. Wow, joh, jij bent snel, G. Ja, man, hij landt op iemand. Oh! Nee, dat is sowieso gezien! Serieus? Jawel, man! Nee, serieus, waar kon die anders op wachten? Wow, joh! Ja, dude. Ik dacht, hij gaat gewoon dood of zo. Ja, ik weet niet, man. Ik had het gewoon zo voorvermoeden. Hij is wel gaaf. Oké. 1-0 voor jou. Yes.
dit had jij kunnen zijn. Die ja, ik hier gooien. Nee, tuurlijk! Ja, waarschijnlijk wel. Oh, dit is zo goud, hè? Wat is dit? Je hebt dus een animatie die je kan kopen in Fortnite, dat je dus zo gaat staan. Yeah. En toen hadden ze ook vogelverschrikker skins gedaan in Fortnite. Dus ze zijn vogelverschrikkers. En dan gaan ze expres bij zo'n tarweveldje staan. Dus ze denken dat het gewoon vogelverschrikkers van Fortnite zijn. Oh, dus waarschijnlijk komt straks gewoon iemand aan. Ja, die denkt gewoon van, nou, je gaat gewoon door. Oké, okay, dat is wel mooi. Ik vind het wel goud. Oh, dit is toch ernstig. Oh, hij... Nee, hou op. Hij denkt, dit is gewoon... Hij probeert nog te schieten. Hij denkt gewoon, nee, is gewoon, nee, joh. Kijk, hij gaat ertussen staan. Oh. Ja. Uiteindelijk wel. Oh, hij gaat wel dood. Ja, ja. He's down, boy. Goodbye. Wow, maar wat is, dit is lang geleden, dit lijkt wel echt Het was gewoon kut, stream. Zijn scherm is gewoon kut, ja. Ik wou net zeggen, man, dit lijkt wel Fortnite 2012. Oh, die gast is bout. Dit ben ik. Ja. Holy fuck, man. Hij is echt heel slecht. Die kop ook van deze gozer. Hij schiet er ook. Oh, shoot at me! At me! Yes! Yes! Hij blijft gewoon zitten. No! Ja. Hij vindt het gewoon mooi. Nou, een kornuitje in een doolhof, dat kan alleen maar leuk zijn. Deze muziek, ouwe, waar haalt hij dit vandaan? Ja, dat is toch mooi. Goud. Wat? Hij slaat iemand gewoon dood terwijl hij een bosje wil. Het is zo lullig. Het is echt zo eigenlijk niet grappig. Oh, omdat het gewoon. Op point. Je verwacht het ook niet. Nee, inderdaad. Ik geniet hier wel van. Ja, je wil weten wat hier gebeurt. Ja. Hij is echt. Echt gemindfucked. Dit is echt gaaf, want hij dacht waarschijnlijk van, oh, dan ga ik weer verbouwingsbedje gebruiken. En dat resulteerde in een trap. Als ze dit expres hebben gedaan, waarschijnlijk wel. Fucking smart, hij is er echt ingetrapt. Dit gaat sowieso fout. Hij wil net in die bus stoppen met zijn diamant. Wat is dit voor bus? Ik weet het niet eens. Ja, dit is dit was een game mode. De bank heist game mode. En dan moest je dus een diamant zoeken in de map. Yeah. En die moest je dan in die bus brengen. En als je dat had gedaan, had je gewonnen. Echt? Ja, had je gewoon... was echt gelukkig. Okay. Oh, kijk, hij heeft de diamant. Zie je op zijn rug. Oh, nu geeft hij hem aan hem. Kijk, de jewel. En dan moet je er nu dus tegen springen. Oh mijn god. Heeft hij hem genaaid? Hij heeft hem keihard genaaid. Ik hoop dat hij nu zelf ook sterft. Lekker voor je! Lekker voor je! Dit is gewoon echt die Fortnite guy die gewoon nu voelt, ah ja, justice! Ja! Been served! Inderdaad, joh. Oh, dit is wel, ik vind het wel spannend. Ja, kiddie. Wat ga je nu doen? Dan wordt hij waarschijnlijk terug gebounced of zo, terug de storm in. Dan heeft hij het nu eindelijk gered en dan. Doei. Dat is die cube. Uitgerekend op die meme cirkel viel die om. Ik weet gewoon al deze shit niet eens. Ja, het is ook wel een beetje mijn expertise geworden inmiddels. Hè. Dus, ik moet wel. Ik bedoel, daarom heb ik al die briefjes reageren op Fortnite. Ja, jongen, dat heb je sowieso gedaan. Nee, ik ga straks controleren. Nee. Echt, jongen, ik geloof er niks van. Echt niet. Dit is scripted. Wow! Fucking wespen. What the hell? Het is gewoon echt zo'n zwerm met allemaal beesten. Wespennest. Let's go! Waarom gaan ze allemaal hierheen? What a mess. Hey, een vrouw! Fortnite females, what's good man? Go play your Fortnite females met je chipshanden. Ken jij een vrouw met chipshanden? Zullen we een oproepje doen? Ben jij een vrouw en kijk deze video en heb je chipshanden? Meld ze dan even aan via dit e-mailadres. Precies. Dankjewel. Oh my god, fuck. It's mine. Oh, where is it? Where is it? Hey, Skelly, it's there. What do you mean, just there? Wat een Ito. Als er nu nog één komt, zou ik hem aan worden. Ja, ze zijn met ze. Ja. Je kan het er niet voorstellen. Nee. Dan heb je gewoon één trap geplaatst als random joch in de lobby. En dan krijg je gewoon 3 kills van één trap. Oh, nu krijg je de epische clip. Dit is de filmclip of the month. Dit is de allerziekste film. De climax, dames en heren. Dit is hem. Mocht je deze video niet geliked hebben, doe het dan sowieso even door even dat duimpje te sturen, man. Lekker. Zie je het balkje hier onderin? Vergeet niet te noemen. Jij bedankt ook. Man. Anytime. Je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel. En we gaan kijken naar het hoogtepunt. Dit was sowieso al kut. Of is dit gewoon... Ja, er is nog één teammaatje die nog leeft.
Nee. Oh, dat was hem. Dat vond ik echt wel een teleurstelling deze maand. Ja, dat is echt kut, hè? Voel me echt een Phil kut. Of the week! Ja, wauw! Wow. Hij reed met zijn golfcar in de trap. Nou! Yeah! Hey! Doei! Tot de volgende Foute Vrijdag, waarin we iets gaan doen wat verschrikkelijk is, maar wel grappig. Yay! Later!